De helft van de jongeren in Nederland ervaart geldstress. Rekeningen voor achteraf betalen, leningen bij vrienden of familie en de zorgverzekering zorgen voor oplopende problemen. Minder dan een derde van de jongeren weet hiervoor professionele hulp te vinden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Geldfit. Daarom werd vandaag bij ROC Nijmegen de nieuwe campagne Geldstress afgetrapt. Niet genoeg geld hebben om alle rekeningen te betalen, niet met je vrienden uit eten kunnen. Het zijn zorgen waar de helft van de Nederlandse jongeren mee rondloopt. Geldfit en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben samen met jongeren een campagne bedacht om deze groep te helpen. Want veel van hen durven er niet echt over te praten. Want juist door erover te praten, ja, wordt het ook toch wel ietsjes lichter. Maar wat we tegelijkertijd ook zien is dat veel jongeren nog niet de stap naar hulp zetten. 2/3 van de jongeren doet dat niet. En een heel deel van de jongeren weet eigenlijk ook niet waar de hulp te vinden. Jongeren belanden vaak ongemerkt in financiële problemen. En dit zorgt voor flinke stress. Zo ook Job en Lela, die bezig zijn met hun schuld afbetalen. Eigenlijk begon het een beetje met mijn zorgverzekering. Ik was 18 en ik was het huis uitgegaan. Omdat ik dacht, ik kan de wereld aan. En vervolgens kwamen er wat tegenslagen op me af. En betaalde ik op een gegeven moment van mijn zorgtoeslag mijn boodschappen. Fouten gemaakt met Afterpay of Klarna. Of bij incassobedrijven waar ik gewoon fouten heb gemaakt. En dat ben ik heel lang blind voor geweest, dus dat moest gewoon opgelost worden. Dan ga je op een gegeven moment ook met je hoofd in de zand steken en denk van, weet je, laat maar zien zitten. Ik open mijn brieven niet meer, want als ik het niet zie, dan is het er ook niet. Bij Geldfit kunnen jongeren terecht voor tips of een luisterend oor. De hulplijn is te bereiken via chat, e-mail, maar ook WhatsApp. Dus van een hele simpele misschien vraag, maar hoe vraag ik zorgtoeslag aan? En dat lijkt simpel, maar dat is vaak voor jongeren echt wel complex. Ik wil meer kunnen sparen, hoe zou ik dat aan kunnen pakken? Maar ook, ik heb echt rekeningen die ik niet kan betalen. Kun je me daarbij helpen? Dus... Via Geldfit worden jongeren naar de juiste organisaties gestuurd. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld hun eigen helpdesk. Of je kan gekoppeld worden aan een buddy. Met als doel om uit de geldstress te komen, want de gevolgen kunnen groot zijn. Ik word heel stil, ik ben niet een gezellig persoon van die stress. Ik denk dat niemand die stress ervaart een gezellig persoon is op het moment dat je daar echt middenin zit. Mensen kunnen fysiek, mentaal klachten krijgen. En je ziet ook dat sommige mensen gewoon ook moeilijk vinden om dan sociaal met de vrienden mee te doen, zeker als die het niet weten. Ja, voor mij was het echt wel een stukje jezelf terugtrekken uit de sociale wereld en een beetje kluizenaarsleven leiden en je jongerenleven eigenlijk echt wel een stuk opgeven. Als jongeren zich herkennen in deze verhalen, is erover praten een belangrijke eerste stap. Ja, blijf communiceren, ook met instanties waar je schulden hebt lopen. Blijf bellen, blijf communiceren, want daar kom je toch het verste mee. Je brieven niet openmaken, niet communiceren, dat lost je problemen helemaal niet op.